Hallo, ik ben Arjan en welkom bij Torchlight 2. Dit is een beetje een bijzondere opname, want ik zend dit tegelijkertijd ook live uit. Dus ik zal de hoogtepunten hiervan monteren in afleveringen. En voor de rest ga ik gewoon lekker spelen. En de mensen die live willen meekijken, die kunnen dat gewoon doen. Dus ik moet even kijken waar ik ben gebleven. Even zien hoor. Want ik ben echt, het is echt al zo ontzettend lang geleden dat ik het gedaan heb. Oh ja, hier. Even kijken hoor. Path through the gate. Oh ja, ik moet naar de alchemist toe. Oh, dat is dus... Heb ik allemaal spullen bij me of niet? Nee, ik heb alles al gedumpt. Hoe zit het met mijn kat? Dat is mijn vogel bedoel ik. Nou, laten we maar gewoon erheen gaan. En ik ben er zo gigantisch uit. Dat ik eigenlijk even niet meer weet wat ik precies allemaal moet doen. Maar goed, dat zien we dan vanzelf wel. We gaan het gewoon proberen. Pass through the gate. The Minehead. Oh, we zijn hier in een stadje. Ik ben hier aanbeland in een behoorlijk duister plekje. Zo te zien. En er is hier van alles aan de gang. Maar het is een soort dorp. Of zo. Even kijken. Wat hebben we hier? Ja, nou, de Merchant. Oh, ik ben hier zo gigantisch. Het is echt al lang geleden. Nou, ik ga er gewoon... Ik was de vorige keer aardig overpowered. Ik hoop dat dat nog steeds zo is. Dan hoef ik niet zoveel te kopen en zo. Hail. Hello there. Hallo dan. Hoe is het met mijn drankjes? Ah, zo dus. Wie zijn al die mensen? Hi. I think I've found an access point to the map works. Come back later and hopefully I'll have figured out how to safely operate it. Hartstikke goed joh. Wat het ook mag zijn. Jongen, dit is echt zo gigantisch lang geleden. Het kon als oktober geweest zijn dat ik dit heb gespeeld. Ja, dat is een winkeltje. Oké, ben ik al geweest. De transmuter. Ja, allemaal van die leuke dingen die ik normaal gesproken niet doe op camera. Oh, en hier hebben we de Guardian of Mana. Is most fragile. Hordes of them are beginning to burst through, and if the alchemist destroys the core, the tide of Netherman will be unstoppable. Okay, it's allemaal niet zo best. Before he reaches the copper core, with the power of Hordrak's heart, he could destroy the barrier between the worlds, between me and everything. You must defeat the alchemist and seize the heart. He intends to use it for destruction. But confused with the energy stolen from the gods, it now has the power to restore the core and repair the damage to the barrier. Okay. Nou, een hoop ellende dus. Dit is mijn stash. Jongen, het is net alsof ik dit spel voor het eerst speel, zo voelt het. En hier hebben we de twee mannetjes, de Gem Saver, Gem Smasher. En wat heb ik al voor spulletjes? Even een beetje inzoomen. Ik heb dit en ik heb dit. Oh ja, die pistooltjes. Ik heb een vet masker op. Dat vind ik ook leuk. Nou ja, waar gaan wij heen? Laten we eens even kijken op de kaart. Zo te zien moet ik naar beneden daar zo, die kant op. Op de minimap, hè, kijk ik. To the Broken Mines. Zo, dat ziet er heet uit daar beneden. Kijk aan. En daar is de lift omhoog. En we zijn hier bij de Broken... Het gaat niet zo heel goed met deze ketel zo te zien. Aha. Wat denk ik ook weer? Oh ja, dit. Rechte muisknop was dat. Oké, prima. 11 goud. En hier hebben we flash foam. Er gebeurt superveel en ik weet niet precies wat. Maar... Oh jee. Oh
Hey, kijk eens aan. Leveltje omhoog, dat is fijn. Hoppakee. Rotten Dwarf Shieldbearer. En daar heb je die ene. Ibza. Pak aan, joh. Hier. Hier. Allee, mensen. Wat is met mijn hand? Hij is wel sterk, die gast. Ik ben ook sterk. Hier. Pak aan, jij. Hoppakee, eitje. Ik blijf hier gewoon staan. Hup. Zo. Eigen schuld, dikke, vette bult. Oké. Okay. Trap je af. Beetje te laat, vriend. Hallo, jongens. Oh, die aanval op mijn rechter muis is echt fantastisch. Een geheime deur met heel veel goud. Maar dat is leuk. Dat is leuk. Kan ik ook naar boven trouwens? Nee, daar kan ik niet bij. We gaan met de lift naar beneden. Stone Stomper. Pak aan, jongen. Hop. De alchemist. Oeh. Maar nou wordt het spannend. Dat betekent dus dat ik een town portal ga doen. En hier naartoe gaan. Even wat uitzoeken en dan gaan we zo weer verder. Goed, we gaan er weer in. The Broken Mines. Warp. Ik zie rechts onderin mijn eigen kop met de camera praten en dat vind ik gek. Maar goed, wij staan hier voor The Alchemist. Misschien is dit een hele grote dungeon, misschien is dit wel gewoon de eindbaas. En heb ik genoeg drankjes? Vast niet. Dus we gaan het lekker proberen. Hey ho. Ga ik hier de eindbaas tegenkomen? Dat zou ik wel spannend vinden, zeg. Ja, dit is zo'n plateautje waar je dan op moet. En dan kom je de eindbaas tegen. Even kijken wat hier dan nog voor iets is. Een van de tandwiel. Daar is ook een plateautje. Het zijn allemaal plateautjes. Nou, dan gaan we eerst maar eens even de boel verkennen. Hier ook weer. Wat liggen hier voor dingetjes? Wat is dat? Dat zijn kleine vonkeltjes. Ik ben benieuwd wat dat is. Ik ga eens maar even op dat eerste zep dingetje staan. Daar gaan we even in. En dan hoop ik
Nou, ik ben er natuurlijk niet klaar voor, maar ik ga mijn best doen. Oh, ik zet daar naartoe. Blijf je stilstaan? Nou, daar stilstaan. Hier zijn er van de... Oh, waarom doe ik dat dan? Ik kan het net zo dicht laten zitten als er allemaal monsters aankomen. Zo. Kan ik hierin? Nee. Dus. Ik haal nu deze even open. Pak aan. Ja, nu komt hij ineens tot leven. Ja hoor, tuurlijk. Dat was niet slim. Maar ik heb het ding opengehaald. Dat was denk ik de bedoeling. Dus gaan we verder. En nu moet ik die tweede doen, denk ik. Nou, een schakelaartje om. Pas op voor de warmte. Oh joh, niet doen. Oh, niet doen, niet doen, niet doen. Oh, ik moet er... Oh, dat is dus de reden. Ah, maar nu snap ik het. Ik moet dus die hele die schakelaars, die wieltjes omhalen om die stoomdingen uit te zetten. Wat logisch is natuurlijk. Dit ding bijvoorbeeld. Kijk, dan gaat die uit, denk ik. Yep. Gaat die nu uit? Welke gaat uit? Oeh, jeetje, dus rustig aan, jongens. Oh, er komt een plateauotje bij. Handig. En nou moet ik daarop. Dan zijn we weer hier. Eens even kijken, want nu moet ik terug natuurlijk. En dan zal de daal iets open gegaan zijn. Nee, niet, hè? Raar. Oh, hier, hè? Hier ben ik ook al geweest. Wacht even. Een stukje terug. Nee, want zo ga ik er weer uit. Nou, deze kant dan op. Goed. En nou ben ik waar. Oh, dit is een... Dit is zo'n arena zo te zien. Oeh, dit wordt spannend. Ik vind het nu al spannend. Gebeurt nog niks, ik vind het nu al spannend. Ja hoor, daar is die. Is hem dat? Nou, de Dark Alchemist. Kom op jij, kom op. Oeh, zo, je bent ook snel. Maar die heeft vast meer dan één verschijning. Ik heb sterke spulletjes, hè. Daar zijn we net al achter gekomen. Pak aan jij. Dan is hij nu daar. Kom op, joh. Ik sla gewoon net op je in. Kan je hebben. Nou, misschien ook niet trouwens. En... Ja, dat was hem niet, hoor. Dat kan nooit. Dit kan nooit. Nee, dit was hem wel. Maar hij komt nog wel een keer terug. Kijk maar. Geen introductie, hij kwam er gewoon en hij ging weer. Hier is hij weer, maar nu met vuur. En weer vol, helemaal weer genezen. Zo, en nog eens knettersterk. Nou, wat zullen we doen, hier langs. Oh, die straal, dat is lastig zeg. Hij is sterk hoor. Behoorlijk sterk. Die straal moet ik echt niet ingestaan zeg. Ik moet gewoon aan de sjouw als die straal komt. Dan sta ik boven het vuur, dat is ook niet goed. Nu moet je nou kijken wat hij doet. Komt hij weer met zo'n groene flubbeltje.
Oh, en dan terug. Dus niet. Ja, jij hebt. Pak jij eens even lekker op. Nee, niet terecht staan, niet terecht staan, niet terecht staan, niet terecht staan. Omheen lopen. Waar is mijn muis? Hier is mijn muis. Het is paniekvoetbal dit, hè? Oh. Haha. Daar komt er nog een. Meestal is dat 3 keer, hè? Als je de vijand moet verslaan. Ja, zie je wel. We krijgen nog een keer met hem te maken, hoor. Bad guys komen altijd in 3. Nou, daar gaan we dan. Misschien zelfs een 4. Waar zijn we nu? En daar is hij weer. Wat doe je nu? Ik sta gewoon lekker op hem in. Jongen, jongen. Doe het niet. Hij doet weer hetzelfde. Hij zet erbij. Oeh, en hij doet enorme grote schade ineens. Leg uit die blauwe dingen. Kan niet goed zijn. Oeh, dat kan niet goed zijn. Dit is Link. Dit is linkerzoek dit. Hier. Een keer zo. Lekker vuurstaaltje. Man, dit is intens. Oh nee, niet doen, niet doen. Ik wil niet dood, ik wil niet dood, ik wil niet dood. Oh, ja. Goed zo. Want de kans is groot dat ik het allemaal weer over moet doen als ik dood ga. En daar, lieve mensen, heb ik geen zin in. Hup. Waar is hij nou? Daar. Oh, weg, 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 weg. Oh. Sla ik nou toch op? Ik raak mijn muis nog steeds kwijt. Hup, pak aan, pak aan. Leg op die straal heb ik een hekel aan. Ik heb een hekel aan die straal. Oeh. Yes, bijna. Level 54. En ik heb mission accomplished. Ja hoor. Oh, daar gaat hij, hè. Daar gaat hij. The Heart of Ordrag heb ik. Ik heb hem wel thuis. Oh, niet doodgaan nu. Oeh, ik zou toch bijna doodgaan. Dat ik daar boven het vuur sta. En ik heb een achievement. Dus, dat betekent. Het zit al voor standbeeld. Van een of andere dwerg. Dat betekent dat ik een leuk eindje ben opgeschoten. Maar het is nog steeds gevaarlijk hier. Hier een grote kist. Mooie spullen. Hoop ik. En nog meer dingen die ik gemist heb. Dat zou zonde zijn. Wellicht hier. Dus ik heb The Heart of Ordrag. En nemen we hier de lift naar beneden. En we zijn hier weer in. Waar zijn we? Waar zijn we?